begin de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij, niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Vind je niet dat we genoeg tijd verloren hebben? Waarom geef je niet toe dat het klikt tussen ons? Ach, dat moet nog blijken. We hebben tot nu toe alleen nog maar ruzie gehad. Ruzies, ruzies. Een paar misverstanden. En dat kwam alleen maar omdat ik niet durfde toe te geven. Nou, durf je dat nu wel? Toch niet omdat je morgen voor een paar maanden naar het buitenland vertrekt? Ja, misschien wel, misschien niet. Maar wat maakt het uit als de waarheid is dat ik heel veel om je geef? En dat wilde ik je vertellen voordat ik wegga. Okay. Het duurde nou wel een beetje lang. Terwijl ik vanmorgen nog hoopte dat ik je nooit meer zou zien. Ik kan Sonja nu niet in de steek laten. Maar ik weet zeker dat als ik terugkom, dat wij verder kunnen. Ik moet even bijkomen, hoor. Ik ben dit soort plotselinge veranderingen in mijn leven niet gewend. Ik krijg de tijd genoeg voor om eraan te wennen. Ik zou nou wel graag een glas wijn willen. Dank je. Eigenlijk hoopte ik dit wel. Je moet bedenken, goede wijn wordt er alleen maar beter op als hij langer blijft liggen. Heb jij al eerder klanten bezocht? Ja, gisteren nog. Heeft Sylvia dat niet verteld? Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, het was zo'n gekke huis. Ik weet echt niet meer wie wat gezegd heeft. Vind je het goed? Ja. Ik was alleen bang dat ze me anders zou benaderen. Hoe doe je? Omdat ik familie ben. Dat weet toch niemand? Luister, je wordt beoordeeld op je werk, niet op je afkomst. Ja, natuurlijk. En naar wat ik gehoord heb, gaat het met het werk uitstekend. Dankzij Sylvia. Ze maakt zoveel tijd voor me vrij. Ja, nu. Maar straks niet meer, hè? Dan moet je het zelf kunnen. Denk je dat het lukt? Ik hoop het. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in en ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. Nou, we zijn ook blij met jou. Het was natuurlijk hoog tijd dat Sylvia versterking kreeg. Jij had goede papieren, dus hoef je niet lang te zoeken. Koffie? Ja. Nee, het eten was fantastisch daar. Je had er van alles. Chinees, Frans. En heb je daarvoor moeten betalen? Veel. Zelfs papa schrok ervan. Weet je nog de eerste keer dat wij gingen eten samen? Nee. Oh, in Creperie Riverside. Goedkoopste Franse restaurant wat we konden bedenken. Ja. Het wel leuk gehad, hè, toen je vader er was. Ja. Ik heb nog nooit zo'n goede band met hem gehad als toen. Er was geen leeftijdsverschil. Vind je het niet jammer dat dat nu weg is? Vader is behoorlijk teleurgesteld. Nou, hij trekt wel bij. En eerlijk gezegd, ik kan het ook wel begrijpen. Nou, het was mijn keuze, mijn verantwoordelijkheid. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij vindt dat het mijn schuld is. Nou, dat is wel zijn probleem. Hij kan het gewoon niet begrijpen dat ik jou belangrijker vind dan mijn carrière. Zo is het nou eenmaal. Weet je dat zeker? Ik weet dat zeker. Wat is dat nou voor een vraag? Ja. Wil je nog wat? Nee. Hoezo? Vind je niet lekker? Jawel, maar ik heb gewoon genoeg gehad. Roos, je bent toch niet aan het lijnen, hè? Nee, ik let gewoon een beetje op. Dat kan toch geen kwaad? Nou, doe eens normaal. Je ziet er fantastisch uit. Ja hoor, Arnie natuurlijk. Nee, ik ben het, Roos. Je moet wel iets blijven om lekker vast te pakken. Vetrollen. Doe eens normaal. Nee. Ach, je weet best dat je er fantastisch uitziet. Dag.
Hey, prettige avond. Ja, jij ook hoor. Gaat goed hè met Remco. Harde werker. Wat dat betreft lijkt hij wel op je. Ja, ik zou hem ook niet hebben aangenomen als ik geweten had dat hij lui was. Maar je hebt hem toch ook aangenomen omdat hij je zoon is? Nou, dat is hij hoor. In alle opzichten. Het klinkt alsof je moet verkopen. Ik wou dat het niet nodig was. Hoe bedoel je? Nou, Remco doet zo zijn best. Waarom probeer jij nou niet van jouw kant iets meer... Vader te zijn? Sylvia, alsjeblieft. Dat soort gevoelens kun je niet afdwingen. Ik heb ze niet, dat is spijtig. Misschien komt het nog. Hé, hey, hallo. Hallo. En, heb je het leuk gehad? Pap, er is iets vervelends gebeurd. Een of andere gek heeft tegen de auto aangezeten. Wat? Ja, we stonden geparkeerd en toen we terugkwamen, toen zat er een deuk in de auto. En natuurlijk geen briefje achter de ruitenwissers. Is het erg? Het is onrustig verzekerd, maar je gaat wel zelf morgen naar de garage ermee. Maar wat waren jullie dan aan het doen? Nou, we waren even iets gaan eten. Ja, een broodje ongesteld. Wat? Oh ja, en een patatje open been. Wat is dat? Nou, weet je dat niet eens? Patat speciaal. Vind je het echt niet erg? Nee, ik ben blij dat jullie er zelf niet in zaten. Mag ik een Coca-Cola? Ja. Oh, Jan ook wat? Nee, dank je. Dank je wel. Maar dan heb je de achterstand toch bijna weggewerkt? Nou, op deze manier haal ik het niet. Kom op, Roos. Je hebt bijna nog nooit een tentamen niet gehaald. Dus als er iemand zelfvertrouwen moet hebben, dan ben jij het wel. Nou, dat noem ik nog eens mazzel hebben. Twee vrije plaatsen. Hey. Misschien willen ze wel lekker samen eten. Nee, dat vinden ze hartstikke gezellig, toch? Ja, ga dan maar zitten voordat Ober je eruit gooit. We zijn vergeten te reserveren. Nou, dat is niet helemaal waar. Dan heb ik echt ineens ontzettende honger. Ik heb nooit geweten dat je zo'n honger kunt krijgen. Toch. Ga zitten. Die Anne is toch eigenlijk mijn zus? Nou, ze is niet echt je zus, hoor. Ja, dat weet ik. Ze heeft andere vader en andere moeder. Nou, je hebt toch een beetje gelijk. Jan is een soort zus van je. Na de vakantie brengt ze me terug naar school. In jouw auto. Oh, dat wist ik niet. Maar ze kan heel goed rijden, hoor. Ze heeft de rijbewijs in één keer gehaald. Mm-hmm. Maar het kwam ook omdat ze een kort rokje aan had, hoor, zei ze. En ze was goed met haar versnellingsbak. Oké, genoeg. Floor is naar bed. Ja, dag. De film is nog niet eens afgelopen. Nou, we hebben toch niks mee te maken? Het is al veel later dan je gewend bent. Het is vakantie. Je moet uitrusten. Uitrusten doe je in je bed. En waarom dan? Omdat ik het zeg. Ik kan zoveel zeggen. Als je zegt dat ik poep moet eten, doe ik het toch ook niet? Hé, meneertje. Hou je een beetje rustig? Hey, ja. Hey, Leo. Hey, ik dacht dat jij de vorige keer verdwaald was. Hoezo dacht je dat? Nou, ik weet niet. Vind jou eerlijk gezegd meer een type voor de koning? Oh, nou, dank je wel. Ik vind de koning vreselijk. Er komen allemaal saaie mensen. Collega's bijvoorbeeld. En die zijn saai? Nou, ze zijn wel wat anders dan ik. Hoe dan? Dus toch saai. Nou, hier is het in ieder geval niet saai. He? Zullen we wat gaan drinken? Op je nieuwe stamkroeg? Ja, dat is goed. We gaan natuurlijk niet proosten op sinaasappelsap, hè? Lus je ook bier? Nee, maar wel wijn. Dat is toch mooi? Wil je ook wat eten? Wat dan? Er is volgens mij alleen maar kaas in huis. Nou, dan ga ik even naar de snackbar voor een patatje open been. Of, Gets, Jef. Nou, nee, dat vind ik echt niet om te lachen. Ah, zo erg is dat toch niet? Ja, ik vind Floris zo bij de hand. Zo was hij toch nooit? Oh. Jij denkt zeker dat het door de Jan komt? Nou, door mij komt het in ieder geval niet. Ik geef toe dat de Jan lastig is. Maar ze gaat leuk met Floris om. Dat zie je toch ook aan hem en geniet ervan. Ja,
Elk kind vindt het toch leuk als hij opeens van alles mag wat er normaal gesproken verboden wordt? Sylvia, je kan Floris niet programmeren tot het perfecte kind. Die jongen groeit op, dat hoort er allemaal bij. Een puber? Nou al? Ja. Kijk, het beste is om het een beetje te negeren allemaal. Maar ja, hij is bezig om te kijken hoe ver hij kan gaan. Dat stoer doen, ja, dat heeft natuurlijk ook met Jan te maken. Als je ineens zo'n grote zus erbij hebt, dan kan je niet als een klein kind gedragen. Ja, dat is ook wel zo. Problemen, hè, mens? Die grote kinderen. Heb je spijt? Nee, ik vind het wel gezellig. We zijn alleen wel een stuk van onze privacy kwijt. Ja. Weet jij zeker dat hij slaapt? Als ik jou was, zou ik ontslag nemen. Zoiets moet je niet pikken. Ja, maar ze heeft een veel betere opleiding dan ik. Ja, maar jij hebt toch veel meer ervaring? Nee, niet zo somber. Nee, er zijn echt meer banen dan mooie meisjes. Ik moet even met iemand praten. Zie ik je straks nog? Ja, natuurlijk. Zo, is dat je zusje? Nee, Leo's zusje mag hier niet komen. Lekker ding. Hoe oud is ze? Dat gaat jou dus niks aan, hè? Oh, ik dacht dat we altijd alles samen deelden. Ik bedoel, voorlopig wil ik gewoon alles een beetje voorzichtig aanpakken. Natuurlijk, we zijn heren. Ja, en we willen haar niet afschrikken. Ik wil gewoon dat dit kipje zich hier ontzettend op de gemak voelt. Dat moet lukken, toch? Begin maar vast op de eerste verdieping, want daar is iedereen al weg. Ja. Maar was het niet gezellig? Jawel hoor. Doordat ze dan naar Linda kwamen. Waarom hebben jullie ze eigenlijk niet weggestuurd? Ik bedoel, is Arnie eindelijk terug? Ga je romantisch uit eten en dan... Doe je toch niet zomaar? Ja, misschien niet, maar... Eigenlijk hadden Stan en Linda dat zelf moeten bedenken. Maar hebben jullie daarna nog iets gedaan toen jullie thuis waren? Ik hoef natuurlijk niet alles te weten, maar... Hebben jullie nog gepraat? Nou, niet echt, niet over ons. Ik vind het zelf ook wel heel erg moeilijk. Arnie is terug, Iris is weg. Maar ik twijfel nog steeds. Het lag dus niet aan Iris, maar het ligt dus aan mij. Ik ben dus zelf gewoon niet meer interessant genoeg. Vergeleken bij Linda, bij Iris. Nee, nee, nee. Ik ga wel. Dus toen keek hij door de brievenbus en weet wat die postbode zei. Hé, Krullebol, is je moeder thuis? Ik snap hem niet. De vrouw was bloot. En je weet toch wel waar die gleuf ongeveer zit, Remco? En wat zag die postbode dan eigenlijk? Nou, dat weet je toch wel. Ik zou het niet weten. Hé, Remco, die Jan is toch eigenlijk een zus van jou? Niet helemaal. Wat ben jij nou eigenlijk voor mij? Een nep broer. Hé, jongens, toe nou. We proberen een beetje te werken hier. Dian, kan jij Floris ja, die... zeg, ik heb toch ook recht op een pauze? We gaan zo weg. Ja, en ik ga mee. Maar je was dus niet verliefd op Sonja? Nee, natuurlijk niet. Sonja is nog een kind. Schatje hoor, daar niet van. Maar nee, te jong voor mij. Maar trouwens, toen ging ik al veel met Linda om, dus... Hé, hey, maar ben je echt verliefd op Linda? Moet je dat nog vragen? Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Jullie passen toch helemaal niet bij elkaar? Ja, ze ziet er wel goed uit, maar... Maar wat? Ja, ze is zo anders dan jij. Ja, gelukkig wel. Als ik iemand zocht die op me leek, dan begon ik wel iets met de spiegel. Ik meen het, hè? Ja, nee, maar tuurlijk. Ze is een heel ander type dan ik, maar dat is toch juist leuk? Of bedoel je dat ze te mooi is voor me? Ik ben niet zo lullig. Nee, wat is het dan? Is het te slim of te wild? Ben je bang dat de spanning niet aan kan? Nee, dat mijn hart het begeeft? Alsjeblieft, ik probeer even normaal met je te praten. Ik wil gewoon dat je uitkijkt. Linda gebruikt je. Ja, ze ziet je als een speeltje. Straks heeft ze genoeg van je en dan dumpt ze je. Echt. Ik ken Linda. Nou, dat zien we dan wel weer.
Voorlopig heb ik het erg naar mijn zin. Hoe gaat het met je werk? Goed hoor. Zo? Zomaar. Heb je Arnie nog gezien? Nee, vandaag nog niet. Hij ziet er goed uit, hè, sinds hij terug is. Hij ziet er toch altijd wel goed uit? Ben je blij dat hij weer terug is? Waarom vraag je dit eigenlijk allemaal? Gewoon zomaar. Als je iets wil weten of iets wil zeggen, moet je dat maar doen. Nou. Waarom ben je eigenlijk met Stan, terwijl iedereen kan zien dat je nog steeds verliefd bent op Arnie? Ja, alleen Stan waarschijnlijk niet, hoor. Dat vind ik dus, nou ja, zo lullig. Dat je Stan gebruikt om dichter bij Arnie te komen. Ben jij wel helemaal goed bij je hoofd? Wil je soms zeggen dat ik het me verbeeld? Dat niet alleen. Ik wil je ook even zeggen dat je met je eigen zaken moet bemoeien. Stan is een vriend van mij, dus het zijn mijn zaken. Dan moet je laten nakijken, jij. Doeg! Floris, kom eens hier. Wil jij je gedragen als ik zit te werken? Wil jij je gedragen? Floris, ik meen het. Remco en ik waren iets aan het bespreken. Ik wilde hem iets uitleggen. Als jij dan met je grote snater tussendoor komt... Remco kan het toch niet? Oh? Ze moeder had beter abortus kunnen doen. Floris! Ja, ze zit echt. Stoor ik? Ik hoorde van je vader dat je hier zat. Wanneer ga je weg? Straks. Heb je er zin in? Ja. Nou, ik had eigenlijk de eerste keer al mee moeten gaan. Ik had mezelf tenminste niet zo belachelijk gemaakt. Oh, nou, niemand vindt jou belachelijk, hoor. En dat gedicht dan? Nou, dat gedicht. Helming had het nooit moeten vinden. Ik moet er niet aan denken dat iemand mijn gedicht ooit zou vinden. Ik denk dat ze hem acuut opsluit. Dus je vindt het niet gek? Nee. Ik vind het gek dat je zomaar weg wilde gaan zonder mij gedachten te zeggen. Ik dacht dat ik je vriend was. Ik dacht dat jij dat niet meer wilde zijn. Waarom niet? Alles wat er gebeurd is. Ik heb zelfs gezegd dat je vriendin te dom voor je was. Ach, dat geeft toch helemaal niet. En die stomme tekening? Je moet jezelf niet alles kwalijk nemen. Ik begrijp best waarom je zo deed. En je hoeft je niet te schamen tegenover je vrienden. En als je niet begrijpt, zijn het gewoon geen echte vrienden. En wat die tekening betreft, die vond ik helemaal niet slecht. Dan moet je mee doorgaan. Wat, met tekenen? Ja. Als je echt mijn vriend bent, moet je wel eerlijk tegen me zijn. Dat ben ik. Hé, plan. Als jij me nu af en toe iets toestuurt, dan laat ik je weten wat ik van vind. Maar mijn eerlijke mening. Floris! Hé, hey, kleine krullenbol. Ik heb iets lekkers voor je. Het staat in de keuken. Wat is er met jou aan de hand? Ik moet boven blijven. Van wie? Van mijn moeder. Heb je op je kop gekregen? Dat kan jij toch wel tegen. Het hoort erbij, niks van aantrekken. En trouwens, je moeder is er nu niet. Van mij mag jij gewoon beneden komen zitten. Hey, kijk niet zo sip, joh. Kom even lekker bij me zitten. Kijk, jouw moeder wil dat jij een braaf jongetje wordt. Dat je nooit iets verkeerds doet, dat je nooit je kleren scheurt. Heb je daar zin in? Nee, natuurlijk niet, want het is ook helemaal niet leuk. Maar dat begrijpt jouw moeder niet, want daar is het je moeder voor. Je moeder weet helemaal niet wat jij leuk vindt. Dat komt omdat ze je zo weinig ziet. Ze heeft het te druk met haar werk en met Remco. En mijn vader heeft ook al geen thuis voor me. Maar ik wel. En ik moet op je passen. En van mij mag je alles doen wat je leuk vindt. Als ik het ook leuk vind, tenminste. Zoals deuken in auto's rijden, bijvoorbeeld. Wie het eerst in de keuken is. Ze bood de verontschuldigingen aan. Want ze had gezegd dat jij niet bij me paste. Zat er, hè? Nou, ze is niet de enige die er zo over denkt. Anita vindt ook dat we niet bij elkaar passen. Zei ze dat? Zo ongeveer. Anita ook al. Maken ze zich toch druk om anderen? Ik kreeg Arnie op mijn dak. Dat is een hele preek. Dat ik moest uitkijken voor. Wat? Arnie? Ja, dat ik niet bij je paste en dat ik een speeltje voor je ben. Ik snap geloof ik niet dat ik dat juist wel aardig vind.
Ik bedenk me opeens dat ik even iemand moet bellen. Kan je toch ook? Ja, dat had wel gekund, maar ik heb het telefoonnummer niet bij me. Oh. Bill. Ik kom je even goeiedag zeggen. Ja, lief van je. Oh, je vindt het niet vervelend? Nee, natuurlijk niet. Integendeel. Om je de waarheid te zeggen. Het was vreemd, hè, de laatste dagen. Het leek wel een soort droom. Ik zal je missen. Nee, heel erg. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen antwoord gekregen op mijn vraag. Daarom ben ik hier. Sanja. Zo. Hallo. Nou, spannend, hè, met je vader op reis te gaan. Ja, ik heb er wel zin in. Ja, ik kan me voorstellen. Het is iets anders, hè, dan in de klas zitten. Het zal wel rustig zijn nu. Maar ik zal je wel missen. Hoe loop je stand tegen me op te stoken? Ik wil alleen maar even... Als jij me wat wil zeggen, zeg dat maar gewoon recht in mijn gezichtje. Dan ga je niet overal rondlopen te vertellen dat ik op de brandstapel thuis hoor. Ja, Stan is een goed vriendje van Stan me. Stan is mijn vriend. En je kan nu met me mee gaan lopen om te vertellen dat je een partijtje uit je nek hebt staan lullen. Denk er niet aan. Het is levensgevaarlijk om wat met jou te beginnen. Dat weet toch iedereen? Voordat je het weet, eindig je in het ziekenhuis. Dus ken ik er nog wel een paar.